In het Huis van Dominicus hebben we een programma onderdeel dat heet Jonge Hemelbestormers. Dan nodigen we een jongere theoloog of iemand die dat wil worden uit om iets te vertellen over zijn of haar eigen geschiedenis en hoe het zo gekomen is dat, hij of zij in de kerk is gaan werken en waarom dat zinvol zou kunnen zijn. Vandaag hebben we een niet zo jonge hemelbestormer, Richard Veenvoorde. Welkom Richard. Richard is niet zo jong, hij is 47, maar hij is wel jong in de Dominicane orde. Hij deed zijn eerste professie in 2014 en zijn priesterwijding was in 2018. Dus hij is pas priester en ietsje langer Dominicaan. En Richard werkte ook met jonge studenten een internationale parochie in Rotterdam. Daar komen we zo ook nog over te spreken. Richard studeert nog, maar dat doen Dominicanen altijd. Dus hij doet een promotieonderzoek aan de Katholieke Universiteit in Leuven. En zoals ik zei, hij is ook pastor in de parochie, internationale parochie, studentenparochie in Rotterdam. Waar hij woont. In een jongere Dominicaanse communiteit. Een communiteit met wat jongere Dominicanen. Richard, eerst maar iets over je geschiedenis. Je was al 40 toen je eerste professie deed. En daarvoor had je ook een heel leven, en ik neem aan niet alleen maar een vervelend leven. Toch ben je eruit gestapt en ben je iets anders gaan doen. Kun je daar iets over zeggen? Ja, dat is een hele, hele lange weg geweest. Dus ik werkte voordat ik intrad als juridisch adviseur van de bisschoppenconferentie en van de kerken in Nederland. In alle contacten met de overheid. Dus dat was een hele afwisselende baan en dat was ook leuk om te doen. En tegelijkertijd volgde ik toen aan Bovendonk de priesteropleiding voor late roepingen. Dus dat was al een soort combinatie van in de wereld staan en tegelijkertijd een andere afslag aan het nemen. Maar gaandeweg dat proces kwam ik erachter van, dit is het niet helemaal. Hier klopt iets niet. En ik zou stage gaan lopen en ik had mijn baan al opgezegd. En toen kwam ik toch tot de conclusie van, ja, maar dit gaat niet goed. Hier word ik niet gelukkig van. En toen heb ik toch het besluit genomen van, ik ga niet aan die stage beginnen. Ik ga uitzoeken waar dan wel. Wat is er dan mis? Wat mis ik nog? Dat was best spannend, want ik had mijn baan al opgezegd. En ja, dan heb je nergens meer recht op. En als je wegstapt van het pad dat voor je gebaand is, dan sta je echt even op nul. Dus toen heb ik ook wel gebeden van, ja, God, als dit waar is, moet je nou wel even laten zien waar het over gaat. Dus toen heb ik heel mooi een retraite kunnen doen bij de Jezuïeten in Engeland, die ik kende. Een week lang in stilte. En daar een beetje uitgezuiverd van, wat ontbreekt er nog? En dat was het communiteitsleven. Dus het verkondigen zat erin. Maar ik kon mij niet voorstellen om in mijn eentje gelukkig te worden in een verkondigend leven. Ja. En dan ga je zoeken, waar vind ik dat dan? En er waren zo drie wegen en uiteindelijk al onderzoekend en pratend kwam ik terecht bij de Dominicanen in Engeland in eerste instantie. Daar kende ik ook al mensen. En ik weet nog goed, het was carnaval. En ik was met vrienden een hele middag op stap geweest. En ik zat 's avonds in de bus terug naar huis. En toen dacht ik, als ik nou niks doe, dan zit ik hier volgend jaar weer. En dat is goed, dat is mooi. Maar toch klopt het niet helemaal. Nou, en toen heb ik gezegd, dan moet ik de stap maar eens gaan wagen om dit leven uit te proberen. Ja. En toen ben je eerst gekleed en toen ben je langzamerhand Dominicaan geworden. Precies. Ja. Zoals dat gaat. Niks over één nacht ijs. Nee. Nooit spijt gehad? Nee. Nee. Wel soms gedacht van, wat is dit voor absurd leven? Ja. Maar geen spijt. Nee. Ook omdat ik al vrij snel de internationale orde heb leren kennen. En eigenlijk daarin al heel gauw de breedte van de orde zag. Allerlei soorten mensen, allerlei soorten dingen die ze doen. En toen dacht ik, nou ja, dan zal er altijd wel ergens een plaats voor mij zijn. En al zie ik misschien zelf niet meteen hoe of wat, het komt wel. Ja. Het komt wel goed. En van huis uit, heb je een kerkelijke opvoeding gehad? Of ben je er zelf
naartoe gegroeid? Of? Bij ons thuis was het geloof eigenlijk, ja, het was er gewoon. Er werd ook niet over gesproken, maar mijn ouders zijn altijd heel actief voor de lokale parochie geweest en nog steeds. Het hoorde er gewoon bij, ja. Redelijk probleemloos. Ja. Het enige denk ik wat opvallende was, is dat ik uit een katholieke, maar anticlericale traditie kom. Dus het was allemaal goed en de inzet voor de naaste allemaal prima, maar de pastoor kwam niet thuis over de vloer. Je had geen heerooms? Heb wel een paar tantes die in het religieuze leven zijn, een paar oud-tantes. En eentje is Dominicanes. Dus ik was echt de eerste die hier een stijlbreuk deed door eerst naar het seminar te gaan. Nou, dat viel niet zo heel goed. Maar toen het de Dominicanen werd, toen was het ook van oké, ja, natuurlijk. Okay. Dat was geen enkel probleem. Dat was eigenlijk meer van ja, nee, dat past veel meer. Oké. En kun je iets zeggen over, want je was jurist en je deed dat werk graag en toch... Mm-hmm. Was er toen al iets wat trok? Dat seminarie gaan doen. Kun je er iets over zeggen? Een jurist is, zou je een beetje karikaturaal kunnen zeggen, op zoek naar waarheid. Wat is hier waar en wat is rechtvaardigheid? Maar tijdens mijn rechtenstudie kwam ik al snel achter dat... de waarheid niet altijd gevonden wordt en het probleem wel juridisch opgelost kan worden, maar niet in de praktijk. Dus er bleven gaten liggen. Er bleven, zoals iemand altijd ooit is mooi zei, er bleven altijd tranen die het recht niet kan zien. Ja. En dan ga je vragen, oké, maar waarom is dat dan? Waarom functioneert het recht niet rechtvaardig? Of waarom kan het recht niet barmhartig functioneren? En zo kwamen die vragen eigenlijk op. Dus het is ook voor mij een soort doorontwikkeling, het vragen naar de wortels van het recht. En dat waren in de juridische faculteit de verboden vragen. Ja. Dat was een hele rechtspositivistische hoek, dus dat ging alleen maar over het recht is recht omdat het recht zegt dat het dat is. Ja. Ja. Maar je moet niet vragen wat de grondslag is, want dan krijgen we ruzie. En dat deed ik wel, werd mij niet in dank afgenomen. En toen dacht ik, ja, maar er moet toch een plaats zijn waar ik dan wel die vragen kan stellen. En zo ga je op zoek. En dat bleek in de theologie, bleek daar ruimte voor te zijn. Hoewel daar soms weer raar aangekeken wordt tegen mijn juridische achtergrond. Ja. Maar goed, zo blijf je een beetje schipperen. Nee, ja. We hebben allemaal een meervoudige identiteit, dus dat is allemaal niet zo heel erg. Doe je nog iets met die juridische kant? Voor je eigen gevoel? Schrijf ik nog wel eens wat over een aantal onderwerpen die ik in mijn oude leven deed. Vooral rond kerken en hun plaats in het juridische bestel. We zijn nu ook, daar komen we zo meteen nog op, bezig met een fusie met België. Nou ja, daar komen er allerlei privaatrechtelijke vraagstukken bij kijken. Dus dan kijk ik ook weer mee en probeer ik ook wat in te brengen af en toe in die gesprekken. En in mijn eigen promotieonderzoek speelt het recht ook weer een rol. Dus waar ik in mijn eerste proefschrift... stiekem wat theologie heb gesmokkeld, zit in mijn tweede proefschrift nu stiekem wat recht. Oké. Ja, nee, dat lijkt me een goede Dominicaanse houding, altijd een beetje van de andere kant meenemen. Ja. We hebben tussendoor muziek. Twee muzikanten, Gabriel González Rodero, die cello speelt, en Jaime Espinosa Poderosa, die vleugel speelt. Thank you.
Ja, Richard, en toen werd je Dominicaan. Je kwam weer terug naar Nederland, want je hebt voor een tijd lang heb je in Engeland gewoond. En inmiddels ben je prior van een Dominicaanse communiteit in Rotterdam, waar jullie geprobeerd hebben wat Dominicaans leven weer terug in dat Rotterdamse te krijgen. Maar ja, het blijft allemaal, want het is allemaal niet zo zeker en het is allemaal niet zo duidelijk. Jullie zijn dus nog op zoek eigenlijk naar de plaats van het Dominicaanse leven in het huidige Nederland. En ondertussen verandert er van alles. Want je zei het net al, de Nederlandse provincie gaat waarschijnlijk met de Belgische fuseren. Nou ja, dat betekent van alles. En daar zit je middenin. Vind je het niet vervelend? Dat je, bedoel, ben je net begonnen en dan wordt op wijze van spreken het huis onder je kont verbouwd. Ja. Ik denk dat een Dominicaanse manier van religieus leven is voor mij heel erg getekend door het beeld van improviseren. Dus als broeder probeer je Jezus na te volgen, maar je leeft dat nu. Ja. Niet toen, en de Bijbel is niet een filmscript, als je dat maar volgt, dan kom je in de hemel. Dus het vraagt iedere keer om een vertaling en omdat de tijden zo snel veranderen, begint dat steeds meer op improviseren te lijken. Dus ja, het is bijna net als met over ijsschotsen springen om aan de overkant te komen. Van, je moet niet te lang blijven staan, want dan zinkt de hele boel weg. Ja. Ik hoop wel dat er een keer wat vastere grond weer is. Maar op het moment zit er heel veel dynamiek in. En dat is, ja, dat gaat de ene dag beter dan de andere om daarmee om te gaan, ook als gemeenschap. Omdat je wel een paar keer denkt van oké, nou gaan we dat doen, nu weten we het, die kant gaan we op. En dan schuiven we alle panelen weer. En dan moet je weer opnieuw kijken wat er gevraagd wordt in die omstandigheden. Ja. Maar ik denk dat het voor ons soort leven, als men die kanten, dat het erbij hoort. Ja. Als je goed leest, het is meer een wonder als er wat langere tijd stabiliteit is dan iets anders. Ja. Ja. Nee, dat is zo. Als je het zo tegenaan kan kijken, denk je dat heel goed is. Want in ieder geval in de huidige situatie is die stabiliteit er gewoon niet. Jullie zijn met een met z'n hoeveel? Vier, vijf? We wonen nu met vijf broeders en een postulant. Ja, ja, de postulant, maar die gaat weer weg. Die gaat naar het noviciaat. Noviciaat doen. Dus, Richard, je liet net en passant de term postulant vallen. Dat is een fase in het ingroeien in de orde. Kun je kort zeggen welke fase er zijn en hoe je Dominicaan wordt, wat dat betreft, in die stappen? Ja. Het begint altijd natuurlijk met iemand die belangstelling heeft. En dan ga je gesprekken voeren en dan is er een commissie die op een gegeven moment zegt, nou, we denken dat deze persoon wel verder kan. Dan wordt er een besluit genomen van, nou, op die datum begin je echt aan je opleiding. Nou, in die periode daartussen word je postulant genoemd. En als je begint met je opleiding, met je eerste vormingsjaar, dan word je novice. En dan krijg je ook het habijt. En na het eerste vormingsjaar kun je dan een tijdelijk commitment aangaan van 3 jaar. En daarna kun je besluiten van nou, ik blijf of ik ga. En dan kun je een eeuwig commitment afleggen. Ja. En daartussendoor kan het soms ook nog verlengd worden. Het kan verlengd worden en tussendoor kunnen ook de partijen besluiten van nou, dit wordt niks. Nee, dit is beter dat u ergens anders uw geluk gaat beproeven. Dat kan allemaal. Ja. En jullie zijn ook wel een gemeenschap, voor je gevoel. Het is niet zo dat je er even bij elkaar bent, maar je bent ook wel echt een gemeenschap. Ja, nee, we zijn echt een gemeenschap. En daar hebben we ook echt de eerste 2 jaar goed de tijd voor genomen om een gemeenschap te worden. Dus ondanks dat er allerlei vragen van buiten kwamen, kunnen jullie dit, kunnen jullie dat, jullie zijn jonge Dominicanen, hebben we heel veel dingen afgehouden om te zeggen, nee, we moeten eerst een gemeenschap worden en pas als dat een beetje loopt, dan kunnen we ook weer naar buiten toe. Dat was eigenlijk net aan het begin van de coronaperiode dat wij er klaar voor waren. En vervolgens hebben we nog een mooie tijd gehad om nog iets beter gemeenschap te worden. Ja. En dan ben je ook, heel uit uitgekomen. Daar zijn we heel uit. Ja, dat is wel een zegen. Dat kun je ook van tevoren niet inschatten van wat gaat dit hele proces met mensen doen. Nee, precies. En uiteindelijk hebben we met elkaar ontdekt dat we dat heel goed kunnen. Ja. En dat betekent ook voor de toekomst, ook als je later weer op andere plaatsen komt te wonen, dat je weet wat je aan elkaar hebt. Ja. En dat er gewoon een heel diep vertrouwen ligt van dit hebben we samen al meegemaakt en opgebouwd. En
daar kunnen we bouwen voor de toekomst. En je moest ook meteen al wat dingen doen. Ik zei al, je bent de prior nu van de gemeenschap. Andere, ze hebben andere bestuursfuncties. Het is niet zo dat de orde altijd terughoudend is. Dominicus stuurde zijn broeders al weg toen ze nauwelijks gevormd werden. Dus op zichzelf is het niet gek in de traditie van de orde. Maar je krijgt nauwelijks de tijd om er echt in te groeien. Of je moet het al zelf doen. Lukt dat? Vind je dat prettig? Of denk je, ik had al eigenlijk toch wel liever eerst nog even met iemand meegelopen? Dat laatste natuurlijk is altijd idealer. Omdat je dan wat kunt afkijken. Hoe doe je dit soort dingen? Aan de andere kant is natuurlijk bij ons de prior is geen abt. Hè. Het is niet een soort alleenheerser die het allemaal maar moet doen. Dus je doet alles in overleg met elkaar. En dus we hebben ook gewoon gezegd van, er was een hele slimme vraag in de procedure van, en hoeveel uur ga je hiervoor vrijmaken van je takenpakket? Ik zeg, nou, net zoveel uur als jullie, want dit gaan we samen doen. Ja. En als je dat met elkaar zo kunt doen, dan kan het ook. Ook ja, als je want net begint. Studeert dus ook nog. Hè? Bedoel dat, en dat weet ik uit de ene ervaring, dat het nadeel van studeren is dat er altijd andere dingen veel urgenter zijn dan dat je met dat boek achter je bureau gaat zitten. Dus hoe lukt je dat? Want het lukt je wel, maar hoe lukt je dat om dat toch te blijven doen? Door eigenlijk een beetje ook mijn dagdelen te bewaken. Dus ook gewoon echt wel bepaalde dagen voor mezelf in te roosteren van dan zijn mijn studiedagen. Maar omdat wij ook in een huis zitten waar meer broeders studeren, kan dat ook. Omdat iedereen diezelfde behoefte dan heeft. En dan kun je ook gewoon zeggen, dit zijn een paar werkdagen en de andere dagen zijn, ja, zo ordent zich dat nu een beetje. De andere zijn dagen waarbij je meer uithuizig bent. Maar het is wel pittig, dat zal ik niet ontkennen. Er is eigenlijk nooit een moment dat je kunt zeggen, nou is het even allemaal af. Nee, precies. Het gaat maar door. Ja, het gaat maar door. En in het religieuze leven heb je natuurlijk ook nog het punt, je verliest je weekenden. Ja. Het weekenden zijn ook voor werk. Ja, dat is wel een interessante manier om het te zeggen, dat je weekenden verliest. Je zou ook kunnen zeggen, je wint je weekenden, maar goed, in ieder geval. Maar in ieder geval, je hebt geen vrij, is wel zo. Jullie hebben natuurlijk gewoon echt een religieuze gemeenschap opgezet, dus met regelmatig gebed, regelmatige eucharistieviering. Maar je bent ook nog pastor in een studentenparochie, in de internationale studentenparochie in Rotterdam. Mm-hmm. Voor één dag in de week? Dus voor één dag in de week. Ja. En hou je dat binnen één dag? Niet echt. Dus met wat creatief rekenwerk zou het nog in één dag kunnen. Nee, het loopt altijd wat over. Dus we hebben een viering op zondagavond om 6:00, een Engelstalige viering. En daarnaast hebben we dan gedurende het academisch jaar catechesecursussen, bijbelcursussen, individuele gesprekken, sociale activiteiten, van alles wat. Ja. Maar daar heb ik ook heel duidelijk gezegd tegen de jonge vrijwilligers van, ik heb niet zoveel uur, dus jullie moeten heel veel zelf doen. Ja. Ik ga hierover, maar de rest is voor jullie. Als je mij maar op de hoogte houdt, dan komt het vast goed. Ja. Je zei net, we hebben het eigenlijk een beetje afgehouden, allerlei taken, want voordat je het weet heb je er 30, zal ik maar zeggen. En waarom heb je deze wel aangenomen? Ik denk omdat het zo past bij het karakter van onze orde. Kijk, Dominicus stuurde zijn studenten en zijn medebroeders ook naar de studentensteden, omdat aan de universiteit komen meestal als eerste de nieuwe ideeën de samenleving in. Dus daar zitten ook jonge mensen die allemaal vragen hebben bij wat ze aantreffen, waar ze mee geconfronteerd worden, waarmee ze bevraagd worden. En vooral die brug van hoe doe ik dat dan, hoe laat ik mij bevragen, maar ook wat zegt dit over wat ik zelf geloof, want ze zijn soms voor het eerst het huis uit. En dan ontbreekt opeens de hele sociale infrastructuur waarin geloof normaal is. En kom je in Rotterdam waar geloof marginaal is, en hoe doe je dat dan? Ja. Dus dat soort vragen kom je tegen en ik denk dat het gewoon bij het karakter van onze orde past. Van daar moeten wij dus zijn. Daar zijn wij van. Ja. Van het leren vragen stellen. Ja. En hoeveel nationaliteit heb je onder je gastgenoten? Er is wel een schatting gemaakt dat we iets van 53 nationaliteiten hebben. Ja. Het is echt van alles. Van over de hele wereld. Van over de hele wereld, ja. En er zijn geen dominante groepen. Misschien Europa iets meer vertegenwoordigd, maar over het algemeen is het echt van over de hele wereld. Nou, en vind je het leuk? Het is hartstikke leuk. Het soort vragen wat je krijgt, de mensen die je ontmoet, het enthousiasme waarmee ze komen. We maken eigenlijk bijna geen reclame, dus het is allemaal mond op mond.
En toch loopt het vol. En aan vrijwilligers geen gebrek, en aan nieuwe ideeën geen gebrek. Ja. Dus het is een hele fijne gemeenschap om in te mogen werken. Ja, je zou bijna zeggen, kunnen we iets daarvan in de Nederlandse kerken brengen? Want blijkbaar gaat daar iets goed wat vaak veel moeite kost. Kun je er iets over zeggen? Wat gaat daar beter? Het eerste is dat het de gemeenschap is echt internationaal georiënteerd. Dus kijkt verder dan de eigen cultuur of landsgrens. En ik denk dat dat voor heel veel Nederlandse gemeenschappen nog echt wel een uitdaging is. Van, mag het ook wat breder? Mag ook iets van een andere cultuur of klank in meeklinken? Ten tweede is het, het zijn nieuwsgierige groepen gewoon. Door de leeftijdsgroep. Dus er mogen vragen gesteld worden. Maar dat betekent wel dat ik soms ook weer achter de studieboeken moet om na te zoeken van hoe zat dat ook alweer, want dan weet ik het ook niet meer ter plekke. En dan moet je dus de tijd voor hebben. En ik denk dat dat ook in de Nederlandse parochies vaak ontbreekt. Dat voor een diepe vraag soms gewoon bij de pastoren ook te weinig tijd is om daar dan voldoende aandacht aan te geven. Ja, en dan is het mooi dat we, als er natuurlijk een orde zijn waar we gewend zijn om met dit soort dingen om te gaan. Ja. Dus ik denk dat ja, je moet kunnen geven uit je overvloed. Dus als je met veel vragen te maken hebt, dan moet je hard studeren. Ja. Ja, dat ontbreekt dan echt de tijd en de mogelijkheden. Nou ja, over dat studeren gesproken. Je studeert dus ook nog. Je probeert ook nog een promotie te halen, zal ik maar zeggen. En als ik goed begreep, zit je heel aardig op schema. Dus dat is op zich tijdens dit soort trajecten al een prestatie op zich. Maar kun je iets zeggen wat dit te maken heeft met de rest van je leven? Ik bedoel, we hoeven niet in de technische details. Maar in welke zin ben je ook in je studie nu op zoek naar de toekomst van de orde? Of de toekomst van de kerk? Of nou ja, iets in die orde. Nou, dit hele promotieonderzoek begon bij mij eigenlijk naar die vraag van wat is een goede onderbouwing van wat het betekent om een religieus leven te leiden in de samenleving van nu. En hoe moet ik daarover nadenken, zeker in dialoog met de denkers van nu. En ik kwam er één tegen, Giorgio Agamben, die zeer moeilijk schrijft, maar die begon iets te schrijven over hoe belangrijk het religieuze leven is in het politiek denken over de samenleving. En toen dacht ik, oké, maar hoe dan? En wat dan? En hoezo is de manier waarop ik leef al een politiek statement? En wil ik dat wel? Ja. Dus daar kwamen eigenlijk de vragen vandaan. En zeker bij Agamben heeft dan iets, dat hij ook nog dingen schrijft over het recht. En vooral over de oververhitting van het recht, waar mensen tussen de kieren doorvallen. En ik dacht, ja, maar dat zijn de thema's waar ik als jonge jurist ook al mee bezig was. Dus zo komen al die dingen samen in een zoektocht om na te denken, wat betekent het om religieus te leven, anno nu? Ja, en als je promotie af is, dan bedoel ik, zal nog niet zeggen wat hebben wij er dan aan, maar toch een beetje, wat hebben wij er dan aan? Het dwingt ons, denk ik, als Dominicaan om goed na te blijven denken, niet alleen over wat wij doen, maar ook wie wij zijn. Ja. Wat wij zijn voor anderen, zonder dat wij dat zelf allemaal in de hand hebben. En ik denk dat die vraag heel belangrijk is ook voor de toekomst van het religieus leven. Dat we daar ook over nadenken. Van niet alleen hoe wij onszelf definiëren, maar wat wij gewoon al zijn door er te zijn. Ja, en dan bedoel je ook door het soort keuzes die je maakt. Of de soort, bijna zou zeggen, stand die je inneemt. Waar je gaat staan. Waar je gaat staan, de romstand die je inneemt als je met mensen in gesprek gaat. Al dat soort dingen, daar gebeurt al, daar predik je eigenlijk, daar verkondig je eigenlijk al iets voordat je je mond hebt opengedaan. Ja. En daarover nadenken is denk ik een hele belangrijke uitdaging voor iedereen die wat te melden heeft. Ja. Van, wat meld ik nou eigenlijk al door hier te gaan staan of door in dit gesprek te gaan zitten? Oké. Gabriel González Rodero en Jaime Espinoza Pedroza, muziek. Thank you.
Ja, Richard, die bouwen aan de toekomst, daar kun je toch niet, daar kun je niet omheen. Alles is natuurlijk ook een heden, dus de communiteit leeft nu, maar je bouwt natuurlijk toch ook aan de toekomst. Die toekomst ziet er in de oppervlakkige zin niet heel erg rooskleurig uit. Er kunnen, zullen minder Dominicanen zijn in de nabije toekomst. Er zullen er nog flink wat doodgaan. Er komen er niet zomaar bij. Er zullen minder Dominicaanse plekken zijn. Enzovoorts. Hoe zit je daarin? Daar kun je natuurlijk buitengewoon treurig van worden. Je kunt, nou ja, hoe zit je daarin? Kijk, dat wist ik al toen ik eraan begon. En dat maakt een heleboel uit. Dus wat ik vooral zie is dat er ondanks al die neergang toch kleine positieve punten zijn. Dus ja, er komen er minder, maar er komen wel mensen bij. Er melden zich weer mensen. En dat is ook heel lang niet zo geweest. Dus mijn zorg zit veel meer in hoe bewaken we dat die kleine tekens van groei, dat die kunnen gaan groeien. Dat die niet ondergesneeuwd worden in al het geweld van het wordt minder en we gaan sluiten en het houdt op. Enzovoort, enzovoort. Dus dat is mijn eerste zorg. Van hoe bewaken we deze hele kleine nieuwe lood aan de stam? Tegelijkertijd, wat ik al eerder zei, die blik op de internationale orde heeft mij het vertrouwen gegeven van er zullen altijd Dominicanen zijn. En hoe dat zich door de geschiedenis heen beweegt, is altijd met op en neer gaan. Dus nu gaat het neer en misschien over een aantal decennia gaat het weer op. Misschien maken we het mee, misschien ook niet. Maar ja, daar kun je ook niet te veel van af laten hangen. Van het is hier en nu te doen. En anderen zullen dat wel weer na ons doen. Ja. Ja, ik kan mezelf nog herinneren, ik stond ooit, was ik net geprofesseerd leken Dominicaan, op een straat en die heette Blackfriars Street in Engeland. Er was geen spoor van Dominicaans leven te vinden. Toen dacht ik, ja, zo is het dus. Hè. Ja. Er komt een nieuwe en we beginnen gewoon opnieuw in zekere zin. Maar het is er blijkbaar eeuwen geleden ook al geweest. En daartussen is het niet. En zo gaat het dan. Precies. Ja. Dus. Maar tegelijkertijd is die toekomst ook, ja, ik bedoel, je doet het met de oude stenen voor een deel. Dat is natuurlijk, ik bedoel, kon je maar helemaal opnieuw beginnen, denk je soms. Maar we zeiden het al helemaal aan het begin, de Nederlandse provincie is in fusie met de Vlaamse, met de Belgische provincie. Daar komt dus één provincie, België en Nederland. Ja, dat is ook gewoon organisatie en dat is werk en dat is... hoe kijk je daar tegenaan? Want het is natuurlijk ook, ja, ik bedoel, regelingen. Zit je weer te juridisch en zo? Ja. Wat ik interessant vind is historisch gezien dat we terug zijn op een moment in de geschiedenis wat al eerder is geweest. In 1515 waren we ook één geheel, ja, met iets meer broeders. En dat ging toen ook gauw onderuit in de reformatie. Maar wat ik merk in de contacten met de Belgische broeders is dat er in de gezamenlijke uitwisseling van ideeën ontstaan nieuwe ideeën. Dus er ontstaat een nieuw soort creativiteit en elan van hé, we gaan iets nieuws beginnen. En dat moet ook echt iets nieuws zich hebben. Ja. Het is niet alleen maar van we worden gedwongen door de omstandigheden om samen te gaan werken. Maar nee, maar we vinden dit leuk. Ja. We kunnen nieuwe kansen zien. En goh, jullie hebben die vaardigheden, wij hebben dat. Wat kunnen we inbrengen? En als we dan... zeg maar de hele kaart van de Benelux is opnieuw zouden tekenen van waar zou je daar naartoe willen? Nou, dat soort gesprekken, ja, dat geeft energie. Ja. En als je het nou ziet, waar denk je dan dat de toekomst bezig is te ontstaan? Ik denk deels wat we gewoon in Rotterdam al aan het uitproberen zijn in kleinere vorm, daar zit wel toekomst in. Dus dat studentenpastoraat, het pastoraat met internationale gemeenschappen. We hebben een broeder die werkt met de Surinaamse gemeenschap, we hebben een broeder die actief is in de Franstalige gemeenschap. Dus die internationale kerk in Nederland, door globalisering zal dat steeds meer een onderdeel zijn van wat het betekent om gelovig in dit land te zijn. Ja. Dus dat is een belangrijk aspect. En ik denk, ja, wat er in studentensteden kan, er is een hele nieuwe generatie die heel erg open staat voor allerlei gesprekken en ook allerlei vragen heeft. En ja, weet je, dat alles wat je daarin kunt brengen, dat is, ja, er liggen enorme kansen. Ja, dus wat dat betreft ben je niet somber? Ik ben niet somber, nee. Maar ben je over 5 jaar nog in Nederland? Geen flauw idee. Ja. Dat is natuurlijk met onze orde ook van, je gaat ergens naartoe waar je nodig bent. En het kan zijn, wel in overleg, maar het kan best zijn dat ze zeggen over 5 jaar, je bent heel ergens anders nodig en daar had je zelf nooit aan gedacht, maar... wij denken dat het toch wel een goede vervolgstap kan zijn. Je hebt natuurlijk in de orde geen carrière. Nee.
Dus je kunt niet plannen van hoe het gaat. En ja, dat hoort er een beetje bij. Het is niet natuurlijk hoe de samenleving in elkaar zit. Het staat er haaks op. Ja. En dat oude leven zit ook nog wel in je van. Eigenlijk zou je het wel willen weten. Ja. Dus het is niet makkelijk. Ja, eigenlijk zou je het gewoon willen weten. Ja, van, dan kan ik een beetje rustig achteroverleunen. Dan weet ik wat. Nou, dat is voorkomelijk. Zoveel jaar ziet er zo uit. Ja. Maar je weet het echt niet. Geen idee. Nee. Maar je weet wel dat je zult promoveren, neem ik aan. Dat is binnen nu een anderhalf jaar. Dat is nog zo overzien moeten zijn. Precies, dat zou toch moeten kunnen. Jullie blijven of in Rotterdam of jullie gaan ergens anders wonen. Voorlopig nog wel in een communiteit, een beetje in vergelijkbare vorm zal ik maar zeggen. Ja. Want we zullen ook nog studenten te vormen hebben. Dus ook daar moet iets mee. Het pastoraat, vind je dat iets wat zo bij je past dat je zegt dat wil ik eigenlijk wel proberen vast te houden? Ik denk dat ik vooral het studentenpastoraat gewoon heel erg leuk vind. Ja. Ik zou dat graag in een of andere vorm blijven doen. Hoe dat zich gaat ontwikkelen, dat weet ik niet. Maar er ligt gewoon voor mij zelf een hele erg leuke bron van uitdaging en vernieuwing in. Omdat ik nu al merk dat iedere jaargang heeft zo zijn eigen vragen en een eigen dynamiek. En dat is gewoon heel fascinerend om mee te maken. Ja. Daarnaast zou ik ook graag wat les gaan geven. Maar dat is maar de vraag of dat ook kan. Ja. Dan moet eerst dat proefschrift af zijn. Ja zeker. En hoe zie je... Er zijn natuurlijk ook internationale gemeenschappen. De orde heeft ook zelf internationale gemeenschappen. Mm-hmm. Vind je dat voor jezelf... Toekomst, je hoeft hier niet te solliciteren hoor, daar gaat het niet om. Maar ik bedoel, lijkt je dat leuk? Om ook in een huis te wonen met mensen van hele verschillende afkomsten? Ik heb natuurlijk in mijn vormingstijd al in huizen gewoond die meerdere culturen onder één dak hadden. Dus dat vond ik zelf heel leuk. Ook omdat dan, er komen ook weer meer mensen uit verschillende delen van de wereld op bezoek. Ja. En dat hadden wij eigenlijk voor corona in Rotterdam ook al. Dat we hele broeders uit hele verschillende delen van de wereld op bezoek hadden. En dat mis ik nu wel. Die dynamiek van de interactie tussen horen hoe de broeders het ergens anders doen, hoe het met de kerk ergens anders in de wereld gaat, hoe het met de politieke toestanden gaat. Dat soort contacten mis ik. Dus ik zou graag in een gemeenschap wonen waar die internationale dimensie, of die gemeenschap nu zelf internationaal is, of dat er veel mensen vanuit buitenaf op bezoek komen, dat die aanwezig is. Omdat het zo, ik denk zo wezenlijk is, ook waar we als Dominicanen in de wereld staan. Ja. Van harte betrokken op die wereld. Maar als je nu, je komt zelf natuurlijk ook gewoon uit een parochie. Je bent daarin opgegroeid en in zekere zin heb je daar minstens de helft van je roeping gevonden, zal ik dan maar even zeggen. Dus hoe kijk je aan tegen de toekomst van de kerk in Nederland zelf? Want internationaal, dat is mooi, maar de meeste mensen wonen toch gewoon, zou ik maar zeggen, op één plaats. En dat is waar ze zijn. Ja. Ik vind dat heel moeilijk om naar te kijken. Dus ik heb nog steeds veel vrienden in die oude parochiecontexten waar ik ook als vrijwilliger actief ben geweest. En je ziet gewoon dat het langzaam verdampt. En tegelijkertijd zie ik ook daar wat nieuwe initiatieven, vooral ook weer met jongere koren. En probeer ik daar ook een steentje aan bij te dragen af en toe door zo'n avond te doen of mee te gaan op een groepsreis. Dus zo probeer ik dat wat te ondersteunen. Maar het is heel moeilijk en ik heb er ook geen direct antwoord op. Maar ik weet ook dat de vijf Dominicanen in Rotterdam zijn daar ook niet het antwoord op. Nee. Dus daar staan we echt nog wel met open handen van ik weet het niet. Ja. Het is echt heel moeilijk om te zeggen. En ooit dachten wij natuurlijk dat er geen Dominicanen meer in Nederland zouden komen. En er zijn er nu wel weer nieuwe bedoeld gaan. Dus ze komen niet met klassen tegelijk, zoals vroeger, maar ze zijn er wel nieuw. Heb je daar een verklaring voor? Hoe dat nou komt dat er ineens daar weer meer beweging in bleek te zitten dan wij misschien gedacht hadden? Ik hoor natuurlijk bij die eerste lichting daarvan. Eigenlijk wat mij opvalt in alle verhalen is dat het hele individuele roepingen zijn geweest. En pas nu komen we mensen tegen die komen omdat ze ons zien. Ja, precies. Daarvoor, ik zou zeggen, het is het werk van de Heilige Geest of zo, want er is geen logische, rationele verklaring. Het is niet het gevolg van heel erg hard ingezet roepingenbeleid of strategische contacten met mensen maken. Allemaal niet. Nee. En toch is er ergens in die, wat door sommige broeders als woestijn werd beleefd, is er toch iets tot bloei gekomen.
rationeel is het allemaal niet. Nee. Nou ja, dat geeft ook een zekere mate van hoop, hè, dat we niet alles kunnen, dat we niet alles kunnen doorgronden. Want wie weet wat de Heilige Geest voor ons nog in petto heeft. Normaal gesproken, Richard, geef ik aan het einde van dit gesprek, degene die aan het gesprek hebben deelgenomen, een boekje met overwegingen die wij van de Dominicaanse familie voor de radio gehouden hebben. Maar het probleem is natuurlijk, jij hebt zelf deel van die overwegingen gehouden en je staat in dat boekje. Dus dat zal ik niet doen. Toch dank je wel voor dit gesprek. En voor de laatste keer cello en vleugel. Gabriel González Rodero en Jaime Espinoza Pedrosa. Muziek.